nothing behind. There's a desert in my blood and a storm in your eyes. Am I the king of nothing at all? And you're the queen of nothing at all. Will I remember the fight and I forget the pain? I got my hand in your pocket and my key in your chain. Am I the king of nothing at all? Then you're the queen of Dumfries nog. Hij raakt de bal niet vol, maar hij zit er wel in. Voor Dumfries. En 2-0. Torsby. 2-3. En of het een eerlijke wedstrijd is. Lekker schot. Ja, nu is de redding van Castro zeker nodig. Oeh, wat een vrijheid. En weer Van de Steen. Daar is de kans. En daar zit hij erin. En is het toch nog 1-1. Daar is Torsby weer. En dan zit hij dus wel. One foot in front of the other. Kans om uit te halen. Dat is een geweldig uithaal. Sterker nog, het is 1-0 voor Heerenveen. Zinelli met de treffer. Dumfries voorzet, 2-0. 2-0 Heerenveen. Wat een pikstart van de Vriezen. Iets meer dan 5 minuten gespeeld. Zinelli, bijna is het 3-0. Wat is die opdreven in het eerste kwart van deze wedstrijd. Weer lukt het PSV niet om met een overwinning naar Eindhoven terug te keren. Voor de 6e keer op rij. Wordt schaars. En het is een hele, hele fraaie. En Kobayashi 2-1 voor Heerenveen. Hier is Hansen, moet komen en is gezien. En het is nu Weber, het is nu Weber en het is 4-0. De eerste nederlaag van dit seizoen voor Heerenveen is een 5-0. En de kopbal is daar en het doelpunt is daar ook. Pijnlijk, kansloos. Derde nederlaag op rij voor Heerenveen. Nu 0-4 tegen Vitesse. De kaart. Nou, komt in ieder geval een heel end. Daar is het schot. Oh, daar is het intikkertje. Flap. Het is 1-0 voor Heerenveen. Reza doet het niet. Michailovic. En een eigen doelpunt. Of is het een goal? Het is 1 tegen 0. Het wordt wel 3-0, zoals vooraf gesteld werd. Het is wachten op doelpunten van Eudegaard. Nou, die komt er nu in ieder geval. Komt er nog een vierde voor Heerenveen. Veerman zou dat kunnen doen en doet dat ook. 0-4 door Henk Veerman. Stijn Schaars heeft een paar seconden om iets te bedenken. Kiest voor dit, voor Flap. Ja, en dat was de goede keus. En het is alweer de derde van deze oer-Fries. Michel Flap, 1-0. Plaats de bal in de goal. Wat een mooie goal. En dan komt hij. Van richting veranderd. Hij zit erin. Hij zit erin. Roda wint zijn tweede thuiswedstrijd van dit seizoen. Wat lukt ze terugkoppen? Ja, dat lukt. Sterker nog, hij komt er maar gewoon in. 1-1 door de rechtsback. Veerman en die schiet hem erin. En dan zit de wedstrijd erop. En pakt VVV ook bij Heerenveen een punt. Deze bal valt zomaar goed voor Veerman en dan is het dus alweer gelijk. Bal van richting veranderd en een geweldige redding van Warner Haan. En nu aan de andere kant is het raak dezelfde kant, Pelle van Amersfoort. Voor het eerst sinds september houdt Heerenveen de 3 punten in eigen huis. En hoe, daar wordt dan later nog wel over doorgefilosofeerd.